Jong Sparta speelt in haar eerste competitiewedstrijd met 1-1 gelijk tegen Lisse. Doe je jezelf tekort daarmee? Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik ben er behoorlijk ziek van dat we vandaag niet de 3 punten hebben gepakt. Ik denk dat er veel meer in zat. Zeker qua resultaat. Ook het voetballende gedeelte denk ik bij Vlaar dat we nog dominanter hadden kunnen zijn. Maar ik denk dat we, als je kijkt naar het speelbeeld, dan hadden we vandaag hier de 3 punten moeten pakken. Absoluut. Ja, jullie komen na 20 minuten op een 1-0 voorsprong. Daarna valt eigenlijk de gelijkmaker. Eigenlijk na die voorsprong raken jullie een beetje het initiatief kwijt. Waar lag dat aan? Maar ik wil niet zo zeggen dat we het initiatief kwijt hadden. Het was een beetje, je maakt gewoon een hele mooie goal. Een hele mooie 1-0. Je drukt goed. Je hebt goede druk naar voren. Ze kunnen eigenlijk niet de oplossing vinden. Gewoon door ons goed druk. Goede balveroveringen. Tweede ballen waren voor ons. Maar ik denk dat je hebt altijd na een tegengoal dat je een soort van, ik weet niet wat het is, misschien een beetje geloof bij de tegenstander, meer positieve energie. Maar ze werden niet gevaarlijk uit voetballend vermogen. Ik denk dat ze vooral uit de counter met diepteballen, dat ze daar gevaarlijk mee werden. Dus dat was het denk ik. Ja, de tweede helft zijn jullie natuurlijk veel sterker, krijg je heel veel kansen. Waar ligt het aan dat die 2-1 niet valt? Ja, dat is altijd wel moeilijk te zeggen. Ik denk dat we moeten gewoon iets rustiger zijn in de eindfase. Want ik denk, we hebben behoorlijk wat kansen gehad. We hebben een grote vrije trap helaas op de lat. We hebben in totaal vandaag 3 of 4 keer op de lat geschoten met kansen. We hebben nog een penalty gemist. Gewoon nog een paar grote 1-op-1 kansen, denk ik. En ja, dat is zonde dat je ze niet maakt. Want dan kan je jezelf zoveel makkelijker maken als je het maar eerder maakt. Ja, het is geen idee waar het aan ligt eigenlijk. Ja, jullie hebben een lastige voorbereiding gehad, misschien als team, omdat heel veel van jullie bij de A-selectie aanschoven. Is dat dan nog lastig om dan nu weer met een beetje een ander team te voetballen? Niet heel erg. Ik denk dat we nu het grootste gedeelte wat vandaag op het veld stond, heeft wel met elkaar inderdaad bij 1 meegetraind. We hebben gewoon de hele voorbereiding bij 1 meegedraaid, inderdaad, dat klopt. Ik denk niet dat het een groot verschil mag zijn. We hebben gewoon een paar wedstrijden wel met elkaar kunnen spelen. Een paar goede wedstrijden gespeeld met elkaar. Het is eigenlijk dat je vandaag, de vaste kern is ook wel gebleven van vorig jaar. Dat je dat heel veel, je weet wat je aan elkaar hebt. En dat mag eigenlijk geen probleem zijn, denk ik. Ja, hoe kijk je terug op je eigen voorbereiding? Je hebt veel wedstrijden met de eerste meegedaan. Ja, klopt. Hartstikke goed. Ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid. Goede indruk heb gemaakt. Veel minuten heb gemaakt in wedstrijden. En ja, ik denk dat ik heb gewoon laten zien wat ik heel graag wil bij één. En dat ik daar, dat is denk ik gewoon de goede indruk die ik heb gemaakt daar. Ja. Ja, je sluit nu dan weer aan bij Jong Sparta. Ja. Wat kunnen we van Jong verwachten dit seizoen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar in eerste instantie hebben we gewoon een heel duidelijk doel. Dat is dat we in de tweede divisie willen blijven. Dat is duidelijk. Je wil als Jong Sparta zijn ieder jaar het hoogst haalbare halen. Dat is logisch. Vorig jaar natuurlijk een heel mooi jaar gehad. Natuurlijk willen we dit jaar weer. Maar ik denk dat het hoofddoel is gewoon weer om in de tweede divisie te blijven. Zodat Jong Sparta volgend jaar weer in de tweede divisie speelt. Ja, wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen dit seizoen? Ja, sowieso om bij één te spelen. Minuten te maken natuurlijk. Dus als klein jongetje binnengekomen. En ieder jaar droom je van het eerste elftal. Van daar minuten te maken. En ik denk dat ik daar dit jaar weer dichterbij zit. Ik heb veel stappen gemaakt in voetballend opzicht. Mentaal en fysiek. En verder is gewoon heel veel goede wedstrijden spelen bij Jong. Laten zien wat ik kan. Iedere week gewoon de bovenkant zijn. En gewoon mijn taken uitvoeren. Ja, veel succes dit seizoen. Dankjewel. Dank je.